Toneelschuurproductie Studios, waar ik dus aan het repeteren ben met de acteurs, de spelers en de hele crew is hier aan het werk. We werken aan de toneeltekst De Stoelen van Eugène Ionesco. Het is mijn eerste productie bij Toneelschuurproducties en we zijn nu in de zesde oefenweek, omdat we gewoon heel veel moeten oefenen. We zijn nu aan het einde van de toneeltekst beland. Dat gaan we vandaag repeteren. Dus op een soort hoogtepunt zijn we. En ja, dat is heel spannend, want over 2 weken is het dus première. Ik stond nu hier. Ik voel eigenlijk wel ja, lekker. Een beetje hoog. Ik ben Janne Pixen. Dus in deze voorstelling zul je heel veel geluiden horen van deuren en kloppen en helikopters die voorbij vliegen of de zee. Ik kan er wel even laten zien wat ik nu aan het doen ben. Dus ik stuur dit aan met Maximus P. Dat is, daarin kun je eigenlijk je eigen software schrijven en op die manier allemaal dingen uitsturen en met elkaar verbinden. En in dit geval dus deze tikkers. Laat even horen. Dat zijn dit soort apparaatjes. Als we dan hier om het hoekje gaan, komen we bij het doosje dat eigenlijk alles aanstuurt. Ja, de voorstelling gaat eigenlijk heel erg over verbeelding. Er is heel veel wat je niet ziet, maar wat je toch de aanwezigheid van ervaart. Er is nauwelijks decor, maar de verbeelding wordt geholpen doordat er geluiden aanwezig zijn die dat decor voorstellen. Ik ben even de kostuums aan het vastknopen, maar dat is even voor de repetitie nu. We zijn nu bijna aan het einde van de repetitie. En dat betekent voor mij ook een beetje aan het einde van mijn maakproces. Ik moet eigenlijk vrijdag alles zo goed als af hebben. Het gaat over 2 oude mensen. En we wilden dat niet belachelijk maken. En we hebben heel erg gezocht naar hoe kunnen we die mensen kleden. Werk voor die centen. Ja. Dus nu ben ik eigenlijk gewoon meer op zoek gegaan naar hele esthetische stoffen. Dat heb ik zelf gemaakt. Dat is dan eigenlijk hele oude huid. Ik hou van behoorlijke klusjes, maar ik hoop dat je dus uiteindelijk als je de zaal inloopt, dat je dat kan ervaren. Dat daar heel veel aandacht en zorg aan is besteed. Dit is natuurlijk mijn eerste voorstelling na mijn afstuderen, dus nu De Stoelen. Wat heel erg spannend is om voor het eerst een groter publiek naar iets van mij te laten kijken. En tegelijkertijd natuurlijk geeft het me heel veel plezier en is het ook echt een waar genoegen om hier die kans te krijgen. Allemaal komen, ja. Superleuk. Allemaal komen. Allemaal komen.